Hallo! Kijk. Ik sta stil. Nu is het wel groen. Ik ga wel mijn remmen wat toedoen. Mannetjes. Dat is weer al een vroege ochtend voor mij. Ik heb mijn schatje even afgezet, want die heeft nu begeleiding. En om 2:30 ben ik terug bij mijn schatje. Want ze moet dan ook naar de kine. Dan blijf ik ook nog even bij haar. En dan breng ik haar naar haar mama toe. En dan ga ik terug naar mijn thuis toe. Dan pas neem ik ook de Q&A op. Ja, want er zijn redelijk wat vragen, heb ik al geteld. Iets van 85 vragen staan er klaar voor mij. Ook die van de Q&A van Discord, daar staat er al veel. Echt waar. Woehoe. Maar ja, ik ga jullie nu laten. Ik ga me nog concentreren op de baan. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Ik sta nu voor het rood licht. Zo, er is vandaag echt niet veel gebeurd. Ik ben nu alles eigenlijk aan het zoeken op voor mijn Q&A in gang te zetten. Dus zo wil ik ook mijn gsm. Want daar zitten ook mijn beelden op van deze morgen. En nu zie ik hem even niet meer liggen. Heb je die al meegenomen dan naar mijn kamer toe? Nee. En nu zie ik die ineens niet meer liggen. What the fuck? Eerst vond ik mijn GoPro niet. Juist. Die ligt gewoon aan mijn computer. Oh, zo verstrooid ben ik soms. Er zijn redelijk wat vragen binnengekomen bij de Q&A. Ik wil die deze keer eens zo opnemen. Met mijn excuseer. Met mijn GoPro. Dus dan ga ik naar Discord toe. Dan ga ik ook naar YouTube toe. Voilà. Dat zijn twee nieuwe VPN, iTop VPN services beschikbaar. Thailand, Bangkok en Streaming.de. Dankjewel voor de informatie. Dan gaan we eens naar Discord toe. Eens even kijken welke vragen dat we daar anders hebben binnengekomen. Van 28 oktober. Die staat toch gesloten al, hè? Pauze sluiten, ja. Oké. Daar zijn redelijk wat vragen binnengekomen. Van Blikje Nalu. Ken je Ben? Nee, ik ken Ben niet. Kipknots. Beste Dimitri. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Het gaat al richting de goede kant uit. Yay! Ik schrijf je dit bericht om mijn teleurstelling te uiten over het feit dat mijn vragen wederom onbeantwoord zijn gebleven tijdens de Q&A. Ja, dan moet je ze ook niet te moeilijk maken, alstublieft. Dit betreur ik ten zeerste omdat het niet de bedoeling is dat mijn vragen genegeerd worden, vooral niet in een formaat dat bedoeld is voor het beantwoorden van vragen van anderen. Aangezien dit een Q&A is, verwacht ik dat mijn input serieus wordt genomen en dat mijn vragen beantwoord worden. Ik heb opnieuw 15 vragen opgesteld die, naar mijn mening, gemakkelijk en relevant zijn voor het onderwerp. En ik heb er geteld, dat zijn er geen 15. Want het zijn er, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vragen. En je hebt geluk, Kipknots. Want Juicy HD schrijf ik, ik offer mijn vragen op voor hun, want ben benieuwd naar de antwoorden, vindt het leuke vragen. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maar Smurf heeft het wel aangepast. Oké, dan. Oké, dus we gaan naar Kipknots toe. Wat is je favoriete maaltijd om thuis te koken? Allee, moeten jullie dat nog vragen?
Mijn favoriete maaltijd is, ja, macaroni met kaas en hesp. Dat maak ik ook heel graag. Of ja, wat ik ook nog eens wil koken is zo spinazie, gehakt en aardappelpuree. En appelmoes. Ah, lekker. Hoe begin je ochtend meestal? Oh, hoe mijn ochtend begin meestal is even alles checken op Facebook. E-mail checken, vlog uploaden. Dat is mijn ochtendritueel. Wat is het eerste dat je doet als je thuiskomt na een lange dag? Dan probeer ik nog wat content te maken. Kijk ik als er nog zo wat tijd over is van... Ja, nu is er ook nog tijd over voor een livestream. Dan wil ik ook nog wel eens een livestream dan doen. Dat gaat ook hoogstwaarschijnlijk ook veranderen vanaf 12 november. Dus dat ik bijvoorbeeld alleen nog maar 's weekends ga vloggen. Misschien, dat is niet zeker mensen, dat is niet zeker. Dus omhoog van, ik ben er al zo gewoon om elke dag te vloggen. Pas op, hè. Oké, hoeveel tijd breng je per dag door op je telefoon? Bestaat daar ook een applicatie voor? Dan wil ik dat wel eens uit gaan rekenen. Hoeveel tijd breng je per dag door op je telefoon? Als er een applicatie voor bestaat, Kipknots, dan wil ik die integraal eens installeren en daar ook eens wel eens mijn status op posten is online. Ik denk dat ik zelf ook ga verschieten. Ik zit nu wel te lachen. Maar ik denk dat je er ook wel van verschieten. Wat is je favoriete tijd van de dag? Smiddags. Dan begin ik wel goed wakker te worden en al begin ik wel op mijn ritme te geraken en al, dus echt smiddags. Wacht, hè. Ik ga wel mijn pijl moeten bijhouden. Hoe vind je het om boodschappen te doen? Leuk of vermoeiend? Ik vind dat wel leuk, zo in de winkel eens gaan boodschappen gaan doen. Dan zie je ook nog eens andere mensen en al. Kun je nog eens een praatje slaan. Noem maar op. Vermoeiend? Nee. Leuk? Ja. Wat doe je het liefst op je vrije dag? Wat bezig zijn ook achter mijn computer. Hoor daar nu eens. Voor mijn computerscherm. Dus wil ik ook met games wat te testen. Content te maken, als het lukt. Wat staat er? Mijn website in orde houden, mails beantwoorden. Noem maar op, ook met mijn schatje bezig zijn, met mijn lieverke. Dus ja, dat is zo wat mijn ritueel van mijn vrije dag. Wat voor weer heb je het liefst? Als je over seizoenen hebt, heb ik het liefst... Sorry als ik het ga zeggen. Toch wel winter. Jullie denken van, allee, what the fuck, dan is het toch koud en al. Ja, maar dan heb je ook die hele mooie versieringen bij de woningen en al van kerstmis en al. Die kerstbomen, die gekleurde lichtjes en al. Wauw. Voilà, Sam. Welke muziek luister je graag tijdens het sporten of wandelen? Geen. Bijvoorbeeld als ik ga sporten of wandelen. Ik luister bijvoorbeeld gewone muziek, bijvoorbeeld dagelijks muziek. Ik weet niet als dat vraag ook nog gaat te voorkomen, ik weet het nog niet. Dan luister ik heel graag naar trance music. Trance music, yeah. Oké. Heb je ochtendritune waar je aan houdt? Ja, dat heb ik juist eens uitgelegd. Wat is je favoriete drankje om je dag mee te starten? Twee dingen. Oftewel gewoon puur melk. Oftewel chocomelk. Moet je dan nog vragen? Wat mijn favoriete drankje om een dag te starten? Allee. Hoe vaak kijk je naar je favoriete tv-programma's of series? Dagelijks. Omhoog van, als ik zelfs gedaan heb met vloggen, ik ga gewoon dan naar mijn slaapkamer toe. Ik pak mijn tablet erbij, joink, en dan kijk ik. Ik ga eens even heel snel eens kijken op YouTube. Wat er nu momenteel op programma staat, waar ik naar kan gaan kijken. Ik zie hier bij David C. Style Games Halloween in de Efteling. Oeh, dat moet wel leuk zijn.
Wat ik dan ook nog ga kijken is Game Meneer. Bijvoorbeeld, voedselbezorger zet zijn leven op het spel voor een voortje op dashcam. Die heb ik ook nogal gezien. Soms is hij wel iets later dan mij. En dan Extreme Rides. De beveiliging wil ons uit Scary Zone gooien. Oh, dat is al 2 dagen geleden. Wat je dan ook nog wil zien... Ik ben aan het scrollen, hè. Ik ben echt aan het scrollen. Eens even kijken... Wat mijn pad nog doet kruisen. Oeh, 2 uur! Schade aan mijn auto. Vlog 4090, 4091, 4092, 4093. En dat duurt 2 uur en 3 minuten om daar te kijken. Okay dan! En dan hoort waarschijnlijk ook nog misschien eens een filmpje van... is het? Die kan me echt niet met rust laten, hè, mijn lievertje. Ja, ja, ik zal haar maar even live hier in mijn Q&A maar eens beantwoorden. I love you too. En slaap zacht, mijn allerliefste schat van de wereld. XXXX. En dan nog wat paar hartjes erbij. Voilà. Gezonde. Stipt om 8 uur. Heeft Ace het al nog iets geüpload? Nee. Blijkbaar niet. Nee, misschien wil ik er toch over praten. Heeft Ace het er gepost laatst? Maar die heb ik dan ook al gezien. Dus Ace het. Je doet goed en jullie gaan nu weer een toontje horen. Subiet, want ik zie hier dat er weer iets door aan het komen is. Stuk TV, er staat ook een blauw puntje bij. Moet ik daar ook nog iets voor zien? Nee, daar heb ik ook al alles gezien. Govert Sweep. Eens even kijken, video's. Ja, daar moet ik ook nog redelijk wat gaan bijbenen. Want ik wil daar ook nog zien van, ik ben 100 uur dakloos in Egypte. Ik ben in de stad van de doden. Marathon 42 kilometer in de woestijn. En ik werd skydiver binnen 3 dagen. Oh. En ze kunnen me echt niet met rust laten, hè. Oké dan. Dat is Beertje. Alles goed, nog altijd met een beertje, hoor. Ik ben nu een... Nu de Q&A... Wacht, oh, ik kan er meer typen. Q&A op aan het nemen. Smiley kit erbij. Voilà. Het kan zijn dat ik daar ook nog eens een antwoord voor krijg. En die tuut is meestal ook van, zeg het, van het Belang van Limburg. En mijn tv-programma's zijn, dus ik ga dan even zoeken naar VTM Go, want ik kijk alleen maar naar VTM Go. Ik ken dat niet zo echt uit mijn kop, hoor, mensen, die titels. Dus ik zou al kijken naar, ben aan het kijken naar, ik heb gekeken naar ook naar Laura de Sorre, meer dan een droom. Die moeten jullie zeker ook eens gaan kijken, de Belgische kijkers op VTM Go. Ik heb er even ook een paar keer in moeten slikken, hoor. Echt waar, van zo aangrijpend. Wow, okay dan. Ik wist niet dat dat zo aangrijpend is. Wat ik dan ook zo aan het volgen is The Masked Singer. De Verraders, je familie sowieso. Eens even kijken, Sterregem ben ik ook aan het volgen, want daar is de nagemaakte Ace, het komt daar ook in voor. En dan vind ik dat zo geweldig. Zijn er dan nog iets? Ja, zo wil ik ook VTM News zie, daar kijk ik ook wel eens regelmatig eens naartoe. Dat is niet echt een tv-programma, dat is eigenlijk puur nieuws. En voor de rest zie ik niet echt van wat ik
nog aan het volgen ben. Dat is het zo, want even kijken nog. Ik ben nog zo naar onderen scrollen. Scroll, scroll, scroll. Oh, Te Land Ter Zee en De Lucht. Die ga ik ook sowieso nog gaan kijken. Oh, cool, 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 cool. Want dat is in de Efteling ook opgenomen, hè. Te Land Ter Zee en De Lucht. Oh, 4 afleveringen. Seizoen 1, aflevering 4. Hè? Seizoen 1, aflevering 1. Oh, en dan staat daar aflevering 4. Oké. Okay. Heel raar. Oké. Okay. Heel, heel, heel raar. Wat doe je... Dus ik ga terug even naar Kipknots. Wat doe je meestal voor ontspanning in de avond? Ja, tv kijken, series kijken. Hoe hou je je georganiseerd met je dagelijkse taken? Ik heb geen organisatie. Heb je favoriete plek waar je graag naartoe gaat om te ontspannen? Ja, het vermoeden. Een malle, dus waar ik mij samen met mijn maatje ook regelmatig goed naartoe. Dat geeft mij wel eens een ontspannende gevoel. Waarom? Omdat ik dan ook even dan onbereikbaar wil zijn. Dat ik even van de wereld wil zijn. En genieten gewoon van mijn gewone vrienden ook rondom mij. Voilà. Wat is de eerste dat je doet als je wakker wordt? Dat heb je al gevraagd. Gebruik je een agenda of een app om je dag te plannen? Ik heb een agenda, die staat ook al redelijk vol. Zo gelijk ook mijn kinesist. Die staat erin. Als ik naar de dokter moet gaan, noem maar op. Dat plan ik altijd in mijn standaard agenda programma. Wat standaard op, zeg het, op de smartphone te vinden valt. Wat is je favoriete snack tussendoor? Dat heb ik niet echt. Ik nabbel eigenlijk niet. Ik snoep niet meer zoveel. Dat valt me nu ook wel op. Dat ik niet meer zoveel snoep. Hoe vaak sport je in de week? Geef ik eerlijk toe, hè. No keren. Geef ik eerlijk toe hier op de cam, hè. In mijn vlog. In mijn Q&A. Hoe vind je het om tijd door te brengen met vrienden of familie? Het is heel leuk. Dus als ik bijvoorbeeld ook met mijn ouders is, dan blijft ook mijn camera aan de kant. Als ik bijvoorbeeld ook bij mijn maatje Chris ben, dan blijft ook mijn camera meestal aan de kant nu. Ik wil er ook leuke momenten mee kunnen beleven en al. En dan moet niet altijd de camera erbij zijn. Echt niet. Ik verwacht dat je deze vragen deze keer zult beantwoorden. Ik heb het nu al zeer uitgebreid beantwoord. Hè. Hou zo me veel plezier doen als de tijd... Oké. Dan, Doekie. Wist je dat je na de mondspoeling 30 minuten niet mag drinken? Ja, dat wist ik. En dat doe ik ook. Ik doe meestal ook al 3 kwartier, wacht ik daarna hoor. Dan ben ik. Hey Dimi, kan je iemand genezen van mentale achterstand? Nee. Of misschien wel, dat weet ik niet. Dat moet je eens aan een dokter vragen. 2. Waarom werkt Bea nooit? Dat moet je niet aan mij vragen. En Bea wil dat ook niet beantwoorden. Dus ik laat dat ook in het midden. Wanneer gaan jullie samenwonen? Liefst gisteren. Liefst vandaag. Maar we zijn er volle bak mee bezig. En het is, het is zo vermoeiend. Echt waar, zo vermoeiend om het voor elkaar te krijgen. En samen, is samenwonen dan met begeleiding? Of zijn jullie in staat om zelfstandig samen te wonen? Zelfstandig samen te wonen. Voilà, deze is ook beantwoord. Wie gaat welke taken uitvoeren in het huishouden? Dan gaan we hier dan ook een hele mooie planning doen, ook samen met ons begeleider, zodat er ook niet zo wat ruzie in te pas komt. Bijvoorbeeld, ik kan niet goed de was doen. Dan kan misschien mijn lievertje doen, bijvoorbeeld dat ik dan hier ga schoonmaken, de afwas doet en al in plaats van de was doen en de strijk. Daar ben ik ook heel slecht in. Stof afvegen, noem maar op de huishoudelijke taken wat er dan ook echt moet gebeuren.
Hebben jullie allebei steden van het OCM mee? Ik wel, zij niet. Doekie opnieuw. Welke superkrachten zou je graag bezitten? De superkracht voor iedereen eigenlijk terug het vrede terug te brengen op de aardbol. Maar jammer genoeg gaat dat niet. Als je terug zou kunnen gaan in de tijd, naar waar zou je dan gaan? Terug naar mijn schooltijden. Oh, dat waren toffe tijden. Echt waar, het waren echt hele leuke tijden. Als je terug zou gaan, kunnen gaan in de tijd en Hitler vermoorden, zou je dat doen? Oh mannetjes, dat is een hele moeilijke vraag. Dan moet je al dat moment zelf meemaken en al. Daar kan ik geen antwoord ook op geven. Zal ik dan Hitler hebben vermoord, ja of nee? Ik denk van wel. Omdat dat hij ook bezig was aan massavermoording. Dan zal ik wel hebben vermoord, ja. Dan de DC. Wat zijn jouw 3 sterke punten en 3 zwakte punten? Mijn 3 sterke punten is dat ik heel goed competities kan leiden. Was er dan ook nog een sterke punt? Dat ik heel goed de afwas kan doen. Ja, wat was dan nog een derde? Goed slapen. zwakke punten is nu het dagelijkse ritme te onderhouden. Roken, dat is ook mijn zwakste punt. En cannabis, dat is mijn zwakste punt. Ik geef dat eerlijk toe. Lus jij kattenbrokken? Nee, dat lus ik totaal niet. Reed mijn pussy tussen 1 en 10. Dat is de poes. Een 8. Voilà. Kevin, en dat is nog een hoger cijfer, hè. Dan Smurf. Hallo Dimitri Remers. Nog meer ernstige vragen deze week. Kan je nog eens herhalen naar hoeveel lands je al geweest bent? 507. Hoeveel luchtmatrassen heb je al kapot gedaan op lands? Een stuk of 10? 15? Als het nog niet meer is. Als je een nummerplaat zou mogen kiezen, welke zou dat dan zijn? Psycho TV! Nee, gewoon Psycho! Heb je ooit al eens vastgezeten in een lift? Ja! Waarom zeg je altijd hallo kijkers? Kikkers. In het begin van kijkers. Niet kikkers, kijkers. Kijkers. Waarom ben je ooit ontslagen in Bobby Jelland? Omdat ze niet op mij konden rekenen. Toen had ik nog totaal nog geen rijbewijs. Dus ik moest echt alles met openbaar vervoer doen. En ik had echt alles aan de kant geschoven om daar te kunnen gaan werken. Hè. Dus ik had echt al mijn vrije tijd wat ik had, ook naar mijn vrienden toe en al, had ik echt baf aan de kant geschoven om in Bobby Jelland te kunnen gaan werken. Waarom zeg je, waarom doe je dan uw vrije tijd dan aan de kant schuiven als je in Bobby Jelland gaat werken? Ah ja, ik woonde toen nog bij mijn ouders. Ik moest dan van mijn ouders naar de halte Hakkenveldstraat gaan. Van Hakkenveldstraat naar Sint-Lambrechtseik, daar moest ik weer al overstappen. Van Sint-Lambrechtseik moest ik naar station Hasselt gaan. Van station Hasselt moest ik dan daar weer al overstappen op de bus naar station Geel. Van station Geel moest ik dan weer al overstappen voor naar station Herentals te gaan. Van de station Herentals moest ik weer al overstappen voor naar de bus op te stappen voor naar Bobby Jelland te gaan. Omwille van dat de baas niet wou dat ik 10 minuten later was. Op mijn werk. Omwille van als ik 10 minuten later kon zijn, was ik maar een uur onderweg in plaats van 4 uren. Maar ik had alles te veroveren, dus ik zat op die bussen en al. Ik heb er 6 dagen en een stuk elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw gaan werken. En het probleem is, ik moest dan ook telkens keer de laatste trein opnemen richting mijn thuis uit. En het probleem was ook eens in een keer van, daar was een personeelsfeest van een bedrijf uit. Ja, het personeelsfeest, ja, die was dan uitgelopen tot een uur of 11, 12 s'nachts had ik dan gehoord. Maar ik had gekeken op mijn app van, ja, kijk, dat is mijn laatste trein. Ja, ik moet nu wel echt vertrekken of anders moet ik hier gewoon in Bobby Jelland gewoon gaan overnachten. Of anders kan ik niet thuis geraken.
Dus ik vond dat, en dan hebben ze gezegd, ja, als je nu vertrekt, ja, moet je ook niet meer terugkomen. Zei van, ja, oké, okay, dus, maar jullie, mag je dan ook wel in het pretpark ook blijven slapen? Zorgen jullie dat jullie dan ook een slaapplaats voor mij hebben? Nee, sorry, dat kunnen we niet veroorloven. Zeg, ja, sorry, dan moet ik nu wel vertrekken om voor nog ergens onderdak te hebben. En op die dag was het dan ook nog eens heinig aan het regenen, hè. Heinig, hè. Heel hard. Heb je vrienden in Amerika? Heb ik begrepen? Ja, ik heb maar één vriend in Amerika. Dat is mijn goede maatje, Frank Molaar. Hoe heb je die leren kennen? Via, eerst een klein beetje via Big Brother. Dan via Game Power. En dan echt richting Jung TV. Ik heb hem echt zien evolueren in de mediawereld en al. En ik vind hem echt heel goed waar hij momenteel mee bezig is. Hoe vaak per week eet je choco? Ik denk dagelijks. Hoeveel klontjes suiker doe je in je koffie? Het is van 10 naar 6 al verplaatst. Heb je ooit al een SOA gehad? Nee, ik heb nog nooit een SOA gehad. Wat is je huidige gewicht? 92 kilo, kilogram. Het laatste keer dat ik mij heb laten wegen was bij de dokter. En dat is 2 weken geleden. Vanwaar die passie voor kermis? Omwille van de passie voor kermis is omwille van hele leuke uitbaters en al. Ik maak er altijd een heel leuke praatje mee en al. En ik probeer ook altijd iets ook terug te doen, ook voor hun bijvoorbeeld. Hun attractie dan ook filmen en die dan ook op mijn YouTube-kanaal zetten. Moet je nooit overgeven op attracties? Jawel, ik heb het... zo goed ik ook de pretpark attracties bijgeteld, heb ik eigenlijk in mijn leven heb ik dan nog maar 3 keer in een attractie maar overgegeven. Dat is heel, heel, heel weinig. En je moet denken, ik heb al iets meer dan 750 verschillende rollercoasters over gans Europa heb ik al gedaan. Maar dan spreek ik al van, al rap 7, 8 jaar geleden al terug, toen ik nog met Rollercoaster Friends op tour was. Heb je al eens nagedacht over televisiewerk te doen? Ik heb daar alles over nagedacht. Ik wil dat ook wel doen. En al als er dus bijvoorbeeld ergens geïnteresseerden zijn om mij aan te werven, laat u gerust je gang gaan. Dit waren dan de vragen van Discord. Nu moet ik naar YouTube gaan. En het geweldige nu van al is, ik ben al redelijk lang al aan het vloggen. Ik wil ook al tegenwoordig met gewone auto's al rijden in Eurotrick Simulator 2. Strange. Oké. Strange. Dan. Ik ga eens even naar mijn kanaal toe. Video's. Voilà. Nee, deze gaan we nog niet doen. Van oud naar nieuw. Juist. Van oud naar nieuw. Ja, ik had blijkbaar ook... Ik heb alle filmpjes openbaar gegooid die ook privé stonden. En dan zijn er ook nog een paar filmpjes naar boven geschoten. Dus ja, ik ga ook bijvoorbeeld die reacties even ook dan voorlezen. Want daar zijn dan ook wel reacties opgekomen. Vlog 1922, daar zijn 2 reacties op gekomen. Boterhamvlogs, denk jij jouw schatje oorpijn hebt gegeven? Nee, want zij vonden het echt heel mooi gezongen en al. Zou dat ook niet knallen tegen haar oor aan. Hè? Jij zegt in het begin van deze vlog, jij blij bent upload lukken om 18 uur. Maar deze vlog werd geüpload om 00.00. Ik ga je één ding zeggen, de vlogs worden op voorhand geüpload. Ik programmeer dat dan ook, dat het om 18 uur online gaat komen. Soms lukt dat mij eens niet, mijn excuses ervoor, maar ik doe mij op mijn best om het toch dagelijks om 18 uur nu online te gooien in plaats van 19 uur. En soms ben ik nog aan het twijfelen, ga ik terug richting 19 uur zetten, ja of nee, ik weet het niet. Maar ik blijf nu op 18 uur, nu op mijn standaard tijd. Ik ga weer al niet gaan veranderen, hè. Voilà. Nu is iedereen zo gewoon om 18 uur. Vlog 1923, 6 reacties opgekomen. Seaman, Fom beste landeken, Dimi, snapt het niet. Fom is niet meer de beste land in België.
Totaal niet. Zoals Neptulan en 666-Lan, die zijn van heel zwaar, maar ook echt heel zwaar aan het voorbijsteken. En ook VV's-Lan, die moet ik ook wel eerlijk toegeven. De laatste beelden wat ik eens heb gezien, wauw, van die LAN-party. Doe zo voort, VV's-Lan. Neptulan, ook aan jullie. Doe ook zo voort met jullie LAN-party-edities. Jullie zijn ook zeer, 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 zeer goed bezig. 666-Lan, juist hetzelfde. Ik ga jullie zeggen, ik ben niet naar Neptulan geweest meer. Ik ben ook niet meer naar VV's-Lan meer geweest. Dus ik kan daar ook niet echt op beoordelen qua sfeer, qua hoe de competities en al geleid worden, etc. etc. Daar kan ik geen antwoord op geven. Maar qua beelden wat ik heb binnengekregen van foto's en video beeldmateriaal, zag het er echt heel gezellig uit en heel geweldig uit, ook qua decoratie en al. Dus doe alsjeblieft ook zo voort. Ook, zoals ik net toen al, jullie hebben ook een mooie, telkens een mooie intro. 666-Lan heeft dat ook. Kom aan, 666-Lan. Laat u ook niet kennen in 2025. En pak, daar is iets heel moois van. Dat er een hele mooie intro ook is op jullie LAN-party. Maar FOM is echt helemaal achteruit aan het gaan. Je ziet het ook aan de deelnemersaantallen. Ze halen het jammer genoeg de 1000 deelnemers niet meer. Ik vind het heel, heel, heel erg. We hebben ook nog altijd FOM nodig. Dus alsjeblieft, deelnemers die ook naar deze video ook kijken en jullie zijn een LAN'er, ga alsjeblieft ook naar Freakomatic toe. Ik ben de laatste editie ook niet geweest. Mijn excuses daarvoor. Ik zat met mijn rugproblemen. Daarom heb ik ook die editie ook geskipt. Ik ga deze editie van CU-LAN niet skippen, dus ik ben daar wel aanwezig. E-mail. Wat is de hoogste rank dan dat je hebt behaald in CSGO? Heb je daar bewijzen van? Want ik geloof er niets van. De rank wat ik momenteel heb, dat is momenteel altijd de hoogste rank wat ik heb in CSGO. Dat heb ik zelfs niet meer. CS2 is het geworden. FOM, dan Dimbar. FOM, goed lanneke. Staat toch altijd wel kikker, airhockey, dartsborden, prijzen, eten en drinken zijn correct. Tweede editie geleden stond de simracer daar. Laatste editie was er een fight compo. Er was zelfs een trouwceremonie. Je praat over die shops. Hoeveel keer heb je daar al iets gekocht? Ik heb er altijd, dus als er altijd een shop was, heb je daar altijd iets kleinigheids wel altijd gekocht. Dat wel. Of ik trakteerde wel soefkonijn. E-mail. Dimi, gefrustreerd door Bea. Ja, oké. Daar gaan we niet verder op in. Dan boterhamvlogs. Vond het altijd heel irritant van die shows met veel muziek en lawaai tijdens de LAN. Je probeert dan te concentreren op de games voor de compo te winnen. Zitten er daar een paar onnozelaars lawaai te maken waardoor je je teammaats moeilijker verstaat. Is beter zonder al die kutshows. Ja en nee. De LAN-parties moeten ook een klein beetje entertainment erin gooien en al ook voor de deelnemers ook te blijven lokken en te entertainen. Ik zal het zo zeggen. Meer drinken en zelfs roepen. Groetjes. Voilà. Dus bijvoorbeeld ook wat ook een LAN-party ook heeft. Bijvoorbeeld, ik zeg nu, bijvoorbeeld, als ik nu op een LAN-party ben. Hey, pak bijvoorbeeld Doekie. Hey Doekie, ik ga hier samen drinken. Ja, oké, kom, we gaan naar de toog toe. Dan kunnen we iets samen gaan trekken. Maar als ik nu bijvoorbeeld met Doekie wil afspreken, moet ik eerst gaan vragen, zeg, zit je nog vrij? Heb je tijd en al? Kunnen we iets samen gaan drinken en al? Dan moet dat nog allemaal te goed gepland worden. Maar als je op een LAN-party zit, kun je zeggen van, ik gooi me even mijn game aan de kant en ik ga samen met mijn kameraden iets drinken aan de toog. Of iets eten. Dan hebben we nog de carnavalbalbilzen. Daar is geen reacties op gekomen. Dan PC-problemen. Maar ja, dat is. Zo, mijn GoPro sprong even uit. Even zeggen, ik ben te heet. Ik heb die even laten afkoelen. En nu, hier ben ik dan weer.
We waren bij vlog PC-problemen aan beland. Ik heb daar dan gezegd van, kijk, dat is geen relevante dingen, upload. Die stond er al heel lang al in mijn dingen, want ik heb dat blijkbaar eens doorgezonden naar eens iemand dus toe voor dat te laten oplossen of zo. Ik weet het niet. En dat is dus nu ook openbaar gegaan en daar zijn ook wel reacties op gekomen van Tim, heb jij Windows 10 of 11? Ik heb nu Windows 10, want ik hoor en lees heel veel dat Windows 11 inderdaad vaak van die vastlopers of zelfs bluescreens heeft na nieuwe update. Nu maak je mij wel angstig, hè. Instellingen. Info. Systeeminfo. Ik heb een Windows... Ik heb een Windows 11. Ik heb dus een Microsoft Windows 11. Ik heb een Acer. Fabrikant is van Acer. Processor een Intel Core i5 10400F CPU 2.9 GHz 2900 MHz 6 cores 12 logics enzovoort. Ja, voilà. Dan Bobbert. Ook een fijne nachtrust gewenst aan Bea omdat ze zo moe is. Hopelijk morgen niet te vroeg opstaan. Help Dimi, als ik het duimpje doe, is dat dat wit doe ik blauw AIB. Mijn vrienden groeten. Ja, dat was iets van heel vroeger. Vroeger waren de duimpjes dus blauw. Dan gaan we door naar vlog. Ja, een kruisfilmpje. Daar zijn ook geen reacties op. Komen we wel. Hoeveel keer bekeken? 56 keer bekeken. Dan mijn droombeelden, privé 001. Twee reacties. Mooie, van Bart Simmink. En dan Emiel. Lukt precies niet meer zo goed, hé. Maar dat was van heel vroeger, Emiel. Heel vroeger. Dan hebben we een vlog 1924. Daar zijn twee reacties op gekomen. Benny, houd toch op met commentaar te geven. Kijk eens naar uw eigen rijstijl, Soevin. Oké. Ik wil daar gewoon een leuke commentaar op geven. En ik word er ook geaccepteerd erdoor en al. Dus laat me alstublieft gewoon doen wat ik... Wat mij ook gelukkig maakt. Voilà. Je duwt me niet de grond in. En Studio, juistzelfde. Ik ga uw dingen niet voorlezen. Voilà. Dan 1925. Oh my god, daar zijn 7 reacties op gekomen. Benny. Jij gaat het gezond doen. Just een sandwich met choco gegeten. Jij maakt de assenbak leeg enzovoort enzovoort. Stop met te liegen tegen de mensen dat jij gezond leeft, Soevin. Ik leef niet gezond. Ik geef dat ook eerlijk toe. Maar waarom moet ik mijn wereld zo afkraken? Hier opnieuw zo ik. Wanneer ga jij terugwerken? Je wordt zo lui als een leibed. Dat is weer al zo negatief. Eet nog wat meer choco binnen. Een paar jaar ben je diabetes. Kan je daar weer lekker over zagen in plaats van rugpijn? Je smeert bijna een halve pot op één sandwich dat je u niet schaamt zoiets te filmen. Ik heb mijn laarsjes al iets dunner gemaakt. Ja, even de assenbak leegmaken. Dat is allemaal normaal. Zoveel binnen liggen roken. Zelfs te lui om naar buiten te gaan voor een sigaret. Ik verschiet van mijn vaste kosten. Niemand verplicht u om de hele dag met uw auto rond te rijden. Hoeveel benzine dat geen verstook is schandalig. Wij pakken nu ook al meer de bus. Ik en mijn schatteke. Eet nog wat meer choco. Binnen een paar jaar ben je diabetes. Ja, oké, dat heb je al eens juist gezegd. Want dat is juist hetzelfde comment. En dan boterhamvlogs. De reden waarom jij zo vaak moe bent, is dat omdat je lui aan het leven bent. Beetje sport zou daar veel aan doen. En minder suiker eten. Want die sandwich en koffie die je eet, slash drinkt, daar zit zoveel suiker in. Eens dat, nadat jouw lichaam dat verwerkt heeft, krijg je een zware suikerdip. Waardoor je je moe voelt. Dat is nu eens een duidelijke... iemand die daar duidelijk eens over is. Awal boterhamvlogs. Love, 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 love. Echt waar.
een groot dik hartje naar u toe. Dan zitten we aan vlog 1926. Waarom draag jij fluofesje op bus? Ik zie alleen metalen mensen dat altijd dragen. Als ik, het was al donker. Ik stap dan op met fluofesje. Ik heb dan geen goesting om die fluofesje even in de bus terug uit te doen. En als ik terug afstap, moest ik die fluofesje terug aandoen. Dus zaag niet. Dus ik laat dat gewoon aan. En nu heb ik zoveel goesting, hè. Nu heb ik zoveel goesting om morgenavond de bus te nemen. Met mijn fluofesje aan. En dan nog eens een keer te filmen. Vlog 1927, daar zijn 12 rijen, ja, gezien is opgekomen. Je zit echt een profiteur, maat, bij de OCW. Je zingt zelfs liedjes als je daar naartoe gaat, omdat je weet dat je gratis hulp en geld krijgt. Gratis? Nee, is totaal niet gratis. Ik moet zelfs ook Glenn daarvoor betalen, dus mijn budgetbeheerder. Hè? Moet je daar zelfs voor betalen, dat is niet gratis. Hoort je het goed nu? E-mail, dat is niet gratis. En ik ben blij dat hij er ook is, want dan doe ik niet in één keer al mijn geld op. Voilà. Nu jij. Dan, opnieuw. Je bent niet in een ambulance geworden omdat je 1. Nu krijgen we het, hè. Niet heftig kunt rijden. Oké. Okay. 2. Je bent gefaald voor je EHBO-cursus. Dat is letterlijk het makkelijkste dat er is. Oké. Okay. Dat het gemakkelijk is, dat wil ik het wel zien. Niet iedereen slaagt daarin. Niet iedereen slaagt daarin, Emiel. Echt niet. Echt niet. Er komt meer bekijken dan je zelf denkt. Als je dat zelf rechtstreeks bij de Rode Kruis doet, komt er veel meer bekijken als je dat bijvoorbeeld een EHBO-cursus krijgt op school of op het werk. Dat is een hele andere cursus dan echt bij het Rode Kruis. Knop, dat is goed in uw oren. En ik denk zelfs dat het Rode Kruis van Alken, als die deze vlog ook zien en dit ook horen, dat die mij ook dan zeggen van, ja, Diemter heeft daar wel eigenlijk wel gelijk in. Want op school, bedrijven en al, wordt er eigenlijk een andere cursus gegeven. Bij het Rode Kruis ook. Maar bij het Rode Kruis wordt het echt tot in de details gedrongen. Voilà. En daarvoor ben ik ook eigenlijk bij de Rode Kruis gegaan, om wel voor dat iets te proberen, om misschien slaagde ik wel, voilà. Dan Benny. Wie tankt er nu voor 10 euro? Ik. Zit blij dat mensen geld aan de staat geven. Dat geld dient voor mensen te geven die niet werken, hé. Oké, dat klopt. Maar op 12 november ben ik terug aan het werk. Echt waar. Jij doet niks anders dan rondkijken in uw frigobox. Wat als er op dat moment 2 Afghaanse kinderen de straat oversteken? Oh my god. Echt waar. Dat is weer al zo negatief. La li da di da. Curryworst. Je hebt elke dag niks te doen. En toch komt je 1 minuut te laat bij de dokter. Loser. Ik ga je 1 ding zeggen. Ik heb oponthoud gehad. Oponthoud. Dank u. Dan kan dat wel eens gebeuren. En ik ben geen loser. Dat zit jij zelf nu, curryworst. Want als iemand mij een loser noemt, die boemerang geef ik dan ook terug. Dus Currywars wordt bij deze nu een loser. Ik laat me niet geen loser noemen. Geen loser noemen. Heb je het gehoord? Oké. Okay. Ik denk dat er wel meer dingen zijn die je niet snapt. Zoals hoe het vierkantswortel werkt. Dat klopt. Ik kan wel plus, min, maal gedeeld door. Moest je niet voor iedere kleine onnozele verplaatsing de auto nemen, zou je niet zoveel nacht oprijden. Kijk, ik en Bea ook al doen is, ik stap hier op met de bus, ik ga Bea dan halen met de bus, dan pakken we daar de volgende bus, richting mijn thuis toe, voilà. Dat is ook al de auto hier al aan de kant laten staan.
Bijvoorbeeld als ik nu, ik heb nu een boodschappenlijst nu opgemaakt. Ik moet nu naar 5 verschillende winkels gaan, want ik heb nu op verschillende winkels dat ook opgezocht. Eén ding, ik mag van geluk spreken dat die winkels allemaal heel kort bij elkaar zijn. Want ik bespaar daar ook nog eens 40 euro mee uit, wat ik dan heb eens opgezocht. Want, wacht hè, ik heb dus even eens opnoemen wat ik dan heb berekend. Ik wil dat echt jullie even zeggen. Google Excel heb je dat gedaan. Eens even kijken. Ja, hier. Dus ik had dan opgezocht scheermesjes, melk 12 flessen, cola 6 flessen, sandwiches, scheerschuim, vanillepudding, koffiefilters 1x4 bruin, hamblokjes 2x bakboter, hagelslag, siroop, Nutella, toiletreiniger, drift, doo-egbes, suikerklontjes, Nesquik. En in totaal, bijvoorbeeld bij de Colruyt kwam ik in totaal uit van 139,08 euro. Bij Aldi kwam ik uit op 105,26. Maar daar zit dan tussenuit de melk 12 flessen en de cola 6 flessen er tussenuit. En dan ook nog een keer de vanillepudding hadden ze daar dus ook niet. En Nesquik hadden ze daar dus ook niet. En dan gaan we richting Carrefour. Daar koop ik ook niet de melk en de cola. Zowel in de Leijzen koop ik dan de melk en de cola niet, als in de Albertijn koop ik de melk en de cola niet. Dus gelijk de Carrefour, daar kwam ik uit op 132,54 euro. De Leijzen kwam ik uit op 139,11 euro. En bij Albertijn kwam ik zelfs uit op 125,68 euro. Maar wat bijvoorbeeld, als ik de scheermesjes ga ik kopen bij bol.com voor 18 stuks, dan gaat dat mij maar 48 euro kosten. Dan bijvoorbeeld de melkflessen en de colaflessen. Ja, die koop ik, ga ik sowieso in de Colruyt of hier bij de OK halen. De sandwiches, 15 stuks, ga ik sowieso bij de Carrefour halen. Dan zitten we bij de scheerschuim. Is het ook bij de OK of de Colruyt. De vanillepudding. Koffiefilters, dan hebben we de hamblokjes, dat moet ik gaan kopen bij de Carrefour. Dan zijn we bij bakboter, is terug Colruyt. Goedkoopste. Hagelslag is het goedkoopste weer al bij de Albert Heijn. Dan zitten we bij siroop. Siroop is weer dan weer het goedkoopste bij de Aldi. Dan Nutella, 1 kilo. Is het weer het goedkoopste bij de Colruyt of bij de OK. Maar daarvoor moet ik al sowieso al naar de Colruyt gaan. Bij de OK verkopen ze dat hier niet. Dat weet ik sowieso. Dan de toiletreiniger is het goedkoopste bij de Carrefour. De drift is het goedkoopste bij de Carrefour. Douwe Egberts. Douwe Egberts is het goedkoopste bij de Albert Heijn. Suikerklontjes is zowel het goedkoopste bij de Colruyt OK als bij de Aldi als bij de Albert Heijn. En dan de Nesquik was het goedkoopste bij de Carrefour in Hasselt. Voilà, ze. Nu heb ik ook eens mijn boodschappenlijst eens gehoord. Dus als, als ik het specifiek in één winkel wil kopen, zit ik dus echt aan een gemiddelde van een 130 euro. En als ik bijvoorbeeld naar de verschillende winkels ga, zit ik op 96,44 euro's. Dus dan bespaar ik toch wel bijna 40 euro uit. Of toch wel toch een mooie 30 euro's uit. Voilà, ça. Dus ik kijk er nu ook zo aan naar voor ook naar de winkels te gaan, voor toch nog een keer goedkoper te kunnen gaan leven. Dan boven. Elke keer als je in de auto stapt, zit je na 2 milliseconden te janken dat het geluid uit moet, want anders heb je copyright claim. Maar nu zit je de hele tijd op Spotify copyright music af te spelen. Dimi, logica. Ja, ik weet het, maar het is er tussenuit geknipt. Je zit bijna 40 jaar en je hebt geen geld om je auto volledig vol te tanken. Telkens voor 10 euro tanken, hoe triestig kan het zijn? Ik heb maar een weekloon van 130 euro's.
Dank u. Misschien geen zeven potten Nutella op een week eten. Dat doe ik ook niet. Dan is er geld om te tanken. Ik eet geen zeven potten Nutella. Echt niet. Echt niet. Dan hebben we nog de laatste vlog. Vlog 1928. Nog 9 reacties. Ja, wat. Dat is hier echt een hele lange vlog geworden. Sorry mij ervoor. Benny, waarom moeten we... waarom moeten wij trots zijn op jou? Omdat jij altijd met die onnozele spelletjes speelt. Ik hoop dat mijn kinderen wel iets anders doen met wat meer inhoud. Leibet. Ik ga sowieso zeggen, zoals ik kon straks, daar zijn professionele competities op te spelen. Fall Guys zijn de professionele competities op te spelen. Zoals ik Fall Guys, daar ga ik nu ook binnenkort ook op trainen. Omdat dat er ook een competitie te vinden valt op CU dan. Dus ik ga daar ook wel aan meedoen. Je doet bijna of je het voorbeeld bent voor anderen. Ik hoop dat ze allemaal geen voorbeeld van jou nemen. Je zit echt een leibet. Wel, jij zit een leibet, Benny. Dus ik ga daar niet meer op in. Een boef. Hele tijd met de bus rijden. Voor 10 euro tanken, sigaretten halen bij mama van Bea. Geld begint op te geraken. Ja, soms, we zijn nu gewoon aan het kijken hoe we het leven nog iets goedkoper kunnen maken naar mij en naar Bea toe. Waarom moet je naar Bea haar mama om sigaretten te halen? Dat is voor Bea, niet voor mij. Bea haar mama klikt haar sigaretten, punt. En meer ga ik daar ook niet over vertellen, want ik heb daar ook haar beloofd. Om haar zo weinig mogelijk te noemen, ook in mijn vlogs. Dan weer Lorenz. Dimi, je doet niks waarvoor eender wie trots op u zou zijn. Oké, dan. Hebt jij nu een hele week dezelfde stomme blauwe fleece van Nike aan? Nee. Hopla, weer al een kwak shock. Waarom ook niet? Aan hoeveel potten zit je per week? 4? 1. Soms op 2 weken tijd 1. Beka, goed aan het helpen met jouw vlog op tijd te laten komen. Ja, dat is jouw mening. Valessa, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze hele ultra lange vlog. Sorry dat het zo'n lange vlog is geworden. Maar ja, dat is tegenwoordig meestal al een uur, hè. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren. Abonneer. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er iets gebeurt op mijn YouTube-kanaal. Dan zeg ik als altijd, als ik met een vlog eindig. Yo, 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 ah ja, nog iets heel grappigs. Dit is nog in een allerlaatste fragmentje waar ik apart nog moest opnemen. Mijn camera was juist te heet geworden. Kan gebeuren. Tot later. Tot morgen allemaal. Yo, yo, yo.